Goedemorgen, de recreant hier. Vandaag neem ik jullie mee met de laatste trainingsdag van week 1 voor een marathontraining. En dat doe ik in Oranjewoud. Ik ga zo eerst een stukje warming-up doen, rustig lopen. Dan wat losmaken oefeningen en wat loopscholing. En dan begin ik met mijn training. We lopen hier in Oranjewoud. Het is een mooi bos. Het is nog erg vroeg. Dus misschien kunnen we nog wat wildlife spotten. Dus ik zal heel zachtjes lopen.
Nou, we zijn alweer zo'n 20 minuutjes onderweg. En gaat echt lekker. Ik hoef niet te hard. Ook niet te langzaam. Lekker genieten van de mooie dingen die we om ons heen zien. En die ik dan weer met jullie deel. Ik hoop dat het weer genieten wordt. Dit is een paadje waar veel nat en een beetje half hoog gras is. Als je zulke paadjes inloopt in het bos, sowieso controleer je thuis op teken. Ze kunnen heel klein zijn, maar ze zetten zich wel vast. En je hoeft maar één verkeerde te treffen en je bent er heel lang ziek van. Dus tip, overhangende varens, door half hoog nat gras lopen, dunne smalle paadjes, controleren, altijd. We zijn weer bijna aan het einde van mijn rondje. En een hele mooie koppel reeën gezien. Ja, die hadden mij eerder in de gaten dan ik hun. En was wel jammer. Even kijken als we zometeen nog hier over het bergje kunnen. Ik neem die nog even mee in de training. Op het laatst als toetje. En dan zit het er weer op. Morgen en maandag hebben de benen rust. En dan gaan we er tegenaan.
dit was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie genieten van het filmpje. En de inhoud aan het begin, dat jullie daar wat mee kunnen. Ook kunnen toepassen in je eigen hardlooptrainingen. En voor de rest zeg ik tot de volgende keer.